De afgelopen tijd is er veel onrust in de gemeenschap ontstaan over de incorporatie of inlijving van het Instituut voor de Opleiding van Leraren, IOL, in de Anton de Kom Universiteit Suriname. Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft daarom vanmorgen een persconferentie belegd om zowel de gemeenschap als de aankomende studenten te informeren over dit besluit. Volgens de bewindsvrouwen voldoet het Surinaamse onderwijs niet meer aan de opleidingseisen van de regio. In het nieuwe systeem zullen de studenten die al een MOA-diploma hebben, dan ook terechtkomen in een uitgebreid schakelprogramma van de universiteit, zegt Ferrier. Dat is de reden waarom er geen nieuwe studenten op het IOL zullen worden ingeschreven, zegt de minister. De studenten die nu ingeschreven zijn, en zijn ongeveer 360, die maken op het IOL gewoon hun oude opleiding af. Dus dat traject wat we ingezet hebben, dat zal 4, misschien 5 jaar in beslag nemen, totdat deze groep helemaal is afgerond. Maar als we nu niet zeggen stop, dan kunnen we dat traject eigenlijk nooit afronden. Begrijpt u? Begrijpt u? Dat is de gedachte achter nu geen nieuwe inschrijving. Dan is er heel erg veel ruis over, ja, maar wat gebeurt er met de positie van die docenten? De rechtspositie van de docenten, die zal niet veranderen. De bewindsvrouw zegt dat de leerkrachten deze kans moeten zien als een uitdaging om zichzelf en de kwaliteit van hun vakbeheersing te upgraden. Om Suriname op het niveau van het buitenland te brengen, waar zij een academische lerarenopleiding hebben, zullen deze veranderingen moeten plaatsvinden, benadrukt Ferrier. Het voordeel is dat je in elk geval leert aan de hand van de specialiteiten die je hebt binnen het onderwijs, dat je curricula kan schrijven. Dat je kan differentiëren in bepaalde problematiek van het kind. Nu kunnen de leerkrachten dat niet, want ze zijn sec opgeleid wat hun vaktechniek betreft. Maar die differentiatie, omdat dat academisch is, als je psychologie of onderwijskunde gaat doen, dan krijg je dat op een ander niveau. En nu kunnen ze dat combineren. Dus nogmaals, de studenten die zo'n geïntegreerde opleiding hebben afgerond, die zullen op een veel hoger niveau staan dan nu alleen maar de mensen die het IOL hebben. En dat is waar we met z'n allen naartoe willen. Lilian Ferrier, minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Zij heeft vanmorgen een persconferentie belegd over de incorporatie van het IOL in de Adecus. Volgens haar is dit nodig omdat Suriname niet meer voldoet aan de opleidingseisen van de regio. De persconferentie is gehouden in de vergaderzaal van het ministerie aan de Kafiludistraat.